Kijk. Yes, ik heb hier een zwart. Kunnen, boys! Juist, we kunnen! Kidding me. Daar naar de kloten. Hoppa. Het zwaard is sowieso mijn favoriete wapen uit deze raid. Ik hoop dat ik er weer 4 krijg, net zoals de vorige keer. Ja, toch? Het goede is dat alles dat ik nu vind gewoon 250 is. Ja, het zijn allemaal upgrades. Cannibalized. Yeah! Handig. Een beetje een goede mix van wapens en gear zou fijn zijn. Gewoon 2 wapens, een commemoration zou ik willen en het pistol. Die commemoration heb ik ook nog niet. Ik moet zeggen, reconstruction. Na een weekje spelen ben ik ongeveer 1280, dus mij boeit er niet zo heel veel wat er valt. Het is nog 2 weken en dan gaat alles alweer richting de principle. Ja, precies. Maar dat is 1310 nu? Ja, dus 1300 is normaal en dan 1310 is de pin. Ja. Ja, ik zit nu ook op 1280, dus vanaf nu wordt het iets moeilijker om power te bouwen. Oh, what the hell? Ik zit ook achter dat dingetje. Echt nog wel heel lullig. Piep, plank. Maar ik ben trouwens wel, ik heb geen season pass trouwens. Je moet elke keer een nieuwe season pass kopen. Ja, klopt. Iets te doen moet je een tientje zilver uitgeven. Oh, ik had gewoon de Deluxe Beyond Light gekocht, dat had ik 4 seizoenen. Ik ook. Ja, maar die is effectief even duur als die seizoenen loskopen, volgens mij. Oh shit. Volgens mij was die iets goedkoper. Iedereen op Ark? Iedereen op Ark. Kreeg ik vooral die iedereen op Ark. Ja. Ik ben op de dark side met wie? Oma. Oké, met oma. Nee, ik ben scanner. Denk ik. Ja, dat weet ik. Oké, 3, 2, 1, go. Hey, scanner daar. Oh man, echt die submachine gun bolt zo hard. Van de raid of? Nee, die dat we van de nieuwe gewoon. Oh, volgens mij heb ik die ook. Die is echt berenhard. Waar is die? L3 en L2. Ja. Maar wat ook een beetje raar is voor die... Die ruimteschip, die helm ruimteschip, die moet een season pass hebben om die bounties te krijgen voor XP. Ja, L3 en L2. Ja, dan is het R1 en R4. R1. Kan ik hem al starten? Servers are dood, ja. Operator gaat erin. Oké, het is light left. Het is light right. Het is dark right. Het is dark left. Het is dark mid. En dan light mid. Light mid. Dan. Oh, klaar. Hoppa. Hallo. Cabal gold. Lekker hoor, hey. First try. First try. Hop, mijn laagjes. Hey, Trusty. Het was niet eens een try, het was gewoon insta. Gewoon easy. Handschoentjes. 1272. Oh. 1283 handschoentjes. Lekker hoor. Ja, is het die grinder die laat maar eens. Wat 72.
1273. De nieuwe submachine gun noemt. Wat was die hier? Extraordinary Rendition. Die is echt goed. Ja, gaat hard. Ja, door boter. Ja, die is echt heel goed. Waar krijg je die van? Kijk, Cherry, het is daar op het scherm. Kijk daar. Daar. En dan gaat hij zo. Ja? Volgens mij krijg je die als je één keer een battleground doet. Als je je eerste battleground doet, krijg je er eentje met Frenzy en nog iets. Het is een kinetic weapon, of niet? Ja. Ja, volgens mij heb ik hem dan ook, ja. De mijne is gedropt met Frenzy en Outlaw en... Habba habba. Even kijken hoor. Hij heet Extraordinary Dungeon. Ja. Ik heb hem met Surplus en Multikill Clip. Ja, als hij hem krijgt met Frenzy, dan is hij echt super goed. Die Frenzy perk is echt super goed, ja. Nee, die heb ik dus niet. Oh ja, zwaardje. Oh ja, zwaardje. Laat ik vergeten. Trusté. Wie gaat hem? Wie zijn er downstairs boys? Ik ben allemaal downstairs. Mijn standaard downstairs boys zijn er niet bij. Oh ja, ik heb ook. Trouwens, Extraordinary Rendition is altijd hetzelfde. Outlaw Frenzy. Ik heb hem ook. Volgens mij was het trouwens een questline gewoon. Ja, maar ik heb geen Outlaw Frenzy gehad. Oh. Je zit met Maarten, ik en een WP. Okay. En oma. Vast. Heb ik Cherry in handen? Je had hem. Je had hem. Nee, je hebt hem. Nee, je had hem. Wat is dat nou? Ik sta de rechterkant. Pas op, hè. Niet onder de lift gaan staan. Ik zeg het even. Pro tip. Snel in de lift gaan staan. Haha, lift. Wee. Mijn base zit in de lift. Sowieso, mijn carrière ook. Wat? Orbital platform. Servitors. Beneden. Ja, mogen ze niet killen toch? Of moeten ze. Oh, gaan we die challenge proberen te doen? Ja, ja. Ja. Oké. Dus binnen 5 seconden moeten ze dood. Dus wacht even met inderdaad de final kill. En dat telt Teun even af. Ja, is goed. Oh ja, boven is nog. Nog geen surfers, nog geen scannerbus. Scanner is hier bij mij, het WP. Die ligt hier voor mijn neus. Hey, surfers. Eerst een scannerbuff halen. Oh, mijn surfers is naar beneden gevallen. Operator buff al. Ja, hier bij mij. Waar is mijn surfer? Oh, daar. Mijn servant is bijna dood. Ja, de mijne ook. Ik schiet met jou mee. Ja. Ik hoor alleen die van WP nog niet. Nee, die was verborgen. Is dit de mijne? Nee, dat is... waar is de mijne nou? Ja, is die niet eraf geflikkerd? Waar je het net over? Ja, maar ik ben hem nu echt kwijt. Oh, hij is weer naar boven gegaan. Ja, hij is weer naar boven. Jouw servitor zit daar... Ja, mijn is dus klaar voor slachting. Mijn ook. Call jij hem maar. Iedereen klaar? Nee. 1 en go. Schiet. Ja, done. Dat is kapot. Maak ik het goed? Finish protocol, linksboven. Oh kak, we zijn wel laat denk ik. Maakt niet uit. Het kan alleen maar goed gaan. Dus als surface doodgaan, dan gaat de countdown af. Ja. Ja, hij is eraf. Ik ben aan het kijken. Het is deze. 3, 2, 1 en go. Wie heeft het balletje? Ik niet. Ik. Cannibalized, je hebt het.
going up? Het is hier beneden, de voorste. Ja, kom maar. Verder. Je kan naar links onder. Is het jullie? Allebei. Ja, ik balletje heb ik. Ja, allebei is, eraf. Is het jullie ook opgevallen dat het niet meer Banshee's Whale heet, maar Slice and Dice? Achterste is het niet. Ja. Geen idee welke waar het is. Dat is mijn mens. Oh ja. Die heb ik niet nog behalen. Ja, ik kwam er opeens achter. Ik denk, hè, waarom weet het opeens anders? Ik heb het balletje, ik ga naar boven. Ja. Zeg maar waar ik moet zijn. Rechtsonder. Ik sta daar. Zoals even scannen. Ik sta op je te wachten. Ik kom op. Het was 16 teun van het eerste. Ja, ik heb niet hard gedraaid. Ik dacht dat ik keihard les geef deze week. Keihard les geven, jongen. Fucking Rage Against the Machine aan. En. Sterf op je tuingras. En in het kwadraat. En in de vierkantswortel. En go! Ja, is af. Dat is een soort fitnessprogramma. Ja, nou dat is dus kaart lesgeven. Nee, dat is gewoon een nachtmerrie. Van als ik die woorden hoor, vierkant wordt, ik krijg paniek aan alles. Oh, wow, het is een beetje druk. Koosie de stangers, pio pio pio. Ook die pio pio pio, zegt hij ook, hè? Zegt hij ook in zijn les. Mijn leerlingen waren bezig met congruente driehoeken. Ik dacht, nee, congruent? Wat? Hey. Anger, ja, mij wist dus niet wat een linearisering was. Jezus, ik weet dat ook niet, Deun. Nee, maar dit zijn werk of nee, dit zijn clients. Servitors, oké, even opletten. Servitors, life science and technology is dit. En dat zijn in principe gewoon natuurkunde faculteit mensen. Ja, dat is eventjes. Ja. Dus die zouden dat moeten kunnen. Ja. Linearisering is toch dat je gewoon iets kan opmeten met een lineaal. Ja, okay. Dat zat ik ook aan te denken. Nee, het is dat je het benadrukt met een raaklijn. Dat is wat je, dat, precies, dat bedoel ik. Ik heb ook geen idee wat een raaklijn is, hoor. Is een lineaal. Dat is gewoon een woord voor zwaf. Oké, okay, even opletten, boys. Ik heb nog geen servitor boven, ik hoor. Ik heb een servitor. Oh, daar is hij. Dat wordt opgenomen, toch? Dit is op het geval intelligent. Ja, ik neem het op. Je moet vooral intelligent klinken. Jij misschien, Teun. Jij hebt een professor dokter adres. Ik ben wel lastig. Je boven nog in de circus. Je beneden wel. Nee. Boven ook hoor, boven zijn klaar om dood te maken. Okay. Zijn jullie allemaal klaar boven? Voor mij is klaar, ja. Okay. Ja. Wij beneden dan. Dan ga ik nu aftellen, jongens. 3, 2, 1 en finish. 1 shotgun shell. Oh, ik doe altijd de finisher. Dood, het duurt allemaal een beetje te lang. Oh, je hebt hem gemist. Oh my god. 5 seconden, misschien was het nog binnen 5 seconden. Nee. Het was echt niet binnen 5 seconden. Oh, linksboven. Jammer jongens. Maakt niet uit de buurt vandaag. Maakt niet uit. Ik vond het mooi. Ik denk de 8 uur is van het circuit. Nee, jij hebt wel de moeilijke hoor. Ja, ik. Hey, ik heb een balletje. Linksboven, WP. Lekker diep erin staan. Ja, goed zo. We zijn bijna buiten, joh. We zijn nog niet actief. De achterste is het. Hier al die vers. 3, 2, 1 en go. Eerst het balletje. Volgens mij kunnen jullie naar boven. Ja, je kunt naar boven. Ja, komen we. Oh, wow. Let op, ik heb nu geen bel of wat dan ook, of een schild. Nou, de ballen door. Let op, gaan we gewoon door. Doe een kleintje. Waar moeten we zijn? Geen idee. Ja, rechtsonder. Rechtsonder, bij mij. Bij mij. Dood. Volgens mij is hij weg. Ja. Daarom dacht ik, wacht even op hier. Wel, dit ging vlot. Hey, verstrijd. Volgens mij moeten we daar ook nog een Triumph voor maken. Hebben we Cabal goud? Waar is Triumph? Ik heb de Cabal goud Triumph zo net gehad. 1 Cabal gold kreeg ik. Wat is het nou, joh?
Riches, fame. Dat zit je vol, waarschijnlijk, denk ik. Vol. Ik had nog niet vol zitten op kabal goud. Jawel. Je hebt een max van 58. Oh, bij mij 42. Ja, ik heb hem al geüpgrade. Oh, 42, okay. Ja. 42. Goed, ik zit vol. Dan zit ik vol. Ja, prima. Fantastisch. Oei, de volgende encounter is ideaal om de bolgids uit te proberen. Encounters. Slideshot kinderen. Nou. Oh man, echt. Oh, maar je bent de speldenkus vandaag. Lekker, hè? Goed sexy hoor. Je bent wel geil. Ja. Artificial intelligence activated. Enjoying yourselves, intruders. Intruders? Yes. This is just not any facility. It's the facility of the genius Clovis Bray. Van wie? Clovis Bray. Clovis. Is dat zo'n schurk uit Bastionaria? Echt, hè? Kijk, jij, lees jij niet het verhaal van Destiny? Nee, daar heb ik Teun voor. Clovis, de vader van Elsie. Oeh, Elsie Bray. Oh, wat heb ik nou weer voor mijn neus hangen? Ik red het net niet. Ah, jammer. Ik kwam opeens zo'n ding voor mijn neus. Hey, weer laasjes. Ik ben er voor jou, Maarten. Lekker. Meer schoenen. Hey, weer is zo'n ding voor mijn neus. Wat is dit nou? We moeten even wachten gewoon. Totdat die voorbij is. Waar komen die nou vandaan? Nee. Die doen het dus weer. Daar komt hij dan weer opeens. Wat doen die dingen hier? Ik ga je nu niet meer helpen, Stumpert. Ja, dat is het. Die waren er nooit. Jij bent niet meer te helpen. Die zijn er altijd geweest, Maarten. Ja, als je die nog nooit hebt gezien, heb je echt veel geluk gehad. Het is de... Enhancement Prism. Hey, weer de trustee. Niet eens die andere mensen helpen, WP. Schande. Het is een race, hè. Het is een race naar de finish. Oeh, Killing Wind Opening Shot. Dat is een lekkere PvP-rol. Oh ja, nu zie ik hem. Inhalen, BP. Ja, nee, jij kan het. Je bent een titaan. Dat is zeker zo. Voor, ik licht de druk nu. Ja, dat is belangrijk. Alle warlocks. Zo doen we dat. In dit gevecht. Zo komt het. Oh, je hebt me al bijna ingehaald, joh. Nee! Oh. Lekker voor je. Oh, nee, ik ga ook een avontuur. Warlock sword! Oh, net niet gelukkig. Net. Ja, voor alle titanen. Oh, net. Dat was close edge. Dat was echt close. Ja, skills. Nee, pure luck. Ook PvP niet voor die vibe om het voor elkaar te krijgen. Zoiets bestaat niet. Heel belangrijk hier. We weten allemaal dat dit gewoon ieder voor zich. Edge. Hè? We liepen naast elkaar en toen jij sprong, duwde je mij omhoog. Oh echt? Skills. Ja, we dachten opeens van waarom ga ik omhoog? Oh, oké, daarom. Moet ik nog meer dingen ketting zagen? Ja, hoppa! Ja! Dat is Cherry. Als je me kon raken, had je dat wel. Zeker. Geen moment twijfel. Wil je laser pointeren? Nee? Oké, ik heb het graag. Kakzooi. Springt tegen een ding aan. Ik ben echt boos op deze deur. Dat is gewoon... Soms wil je dat gewoon laten weten. Oh, ja. Slechtere boots. Oh, echt. Wat wil ik hier doen? Gwitterhorn? Volgens mij kan Omen niet echt mee wandelen met gelijk 9 pijlen in zijn knie. Oh,
Ik hou van wandelen, kijk. Hier. Doe mijn schoentjes aan. Ben ik er klaar voor, hoor. Hoppa, zo. Pijn en al. Niks aan de hand, jongen. Mooi, mooi. Dedication. Kijk hem aan. Kijk hem aan. Hé, hey, er zijn weer dingen hier. Kan ik schieten? Bam. Hier zijn nou niet. Leads. Ja, die had heeft opeens ontdekt dat er ook dingen roteren en voor je neus komen. Ja, what the fuck, hé. Nog nooit gezien. Ik sprong altijd gewoon door. Nee, je moet die kant op zo. General direction. General direction. Ja toch, reporting for duty. Andere kant. Zo. Ik weet niet of ik nou sneller ben erdoor, denk het niet. Ah, ik wel. Dan geef ik je af en toe een duwtje. Ja, precies. Hop, vlag harken en gaan met die banaan. Reserve, operator. Reserve, scan. Harry, ben jij mijn reserve? Hè? Jij bent toch... Oh ja, ja, ja. Dus mijn reserve... Suppressor! En je moet gewoon deze bal in de gaten houden. Ja. Ja, dat is gewoon net de vorige keer. Precies. Kijk, Barry, ben je zover? Ja, ik deed even insurmountable scroll voor het aan. Oh. Is, waar zijn ze? Suppressor en scanner zijn hier bij mij. Operator MRS. Operator MRS, kom maar aan. Suppressor is bij mij. Ligt hier in het... Suppressor is nog steeds bij mij, hè? Aanpak. Ik was even aan mijn melee kills aan het werken. Nice, goed bezig. Ik heb gehoord dat dat belangrijk is. Oh. Bommen. R1, R2. R1. Ook nog dit. Is die ook als het goed is? Deactivated. Eeuw! Cherry boy. Cherry, you gotta carry. Heb je suppressor, Cherry? Bommen. Yep. Ik heb rij. Het is L1, R1. Ik sta bij R1. Dat is mooi, ik sta bij L1. Hey, waar is die? Ik ben helemaal kwijt. Oh, kak. Waar is die, joh? Ja, joh, daar. Deur is open. Ja, R1, hè? Ja, op R1. Pak die nou van me af, Teun? Die is deactivated. Ja, die is deactivated. Gooi maar erin. Ja. Goed. Zag je dat ik al op 8-6 had dan? Je hebt gewoon paniek gedrukt, dus ik dacht, ik pak hem van jou. Oké. Okay. Nee, dat was een goede call van je, want ik dacht even, oh, kak, zit op 8. Was het niet weg van de vorige keer? Oh, dat ben ik maar op zien. Bommen. Het is R1, R2. Allebei aan de rechterkant. Nee. Ik sta bij R2. Hij is leeg, hij is. Ik stond bij R2. Kom eraan. Net iets te hard weg stond door de baas. Maakt niet uit, jullie. De Predator heeft het, jongens. Ja, even zijn deactivated. Ja, ik sta bij de scan. Mooi. Zit erin, zit erop. Captain boy.
Bommen. Het is L1 R1. Doe wel L1. Ik doe L1. Oh, R1. Yep. Ja, dat is goed. Ik ben deactivated. Dus je moet weer, Cherry. Hij zit erin. Bommen. Het is R1, R2. Ik heb R2. Ik sta bij R1. Dat is open. Ja, ik vind het wel. Nou, gooi maar erin. Ik rij een wisseltruc tussen jullie twee, of niet? Aha. Haasje over. Oh, dat is de baas. Bommen. Het is R1, L1. Ik sta bij R1. Ik doe L1. Oh, duurt te lang. Ik ben dood. Ik kan hem niet meer inpakken. Wie is dekt? Het is klaar al. Bitches, let's go run! Je krijgt iets te sneller zo. Ik zie het. Nou, boys, we gaan terug erin, let's go! Ah! Oh, Titan Titans. Nee, geld zat op cannibalized. Wie had zijn geld gezet op Cherry dat hij het niet redde? Hoor, wie zegt dat ik dood ga? Ik blijf gewoon rondspringen hoor. Oh, nee, ja, nee, nu kijk wat damage. Oh jee. Ja, je leeft nog altijd op mijn scherm, ik zie je gewoon stuiten. Oh, revive. Ik ben niet doodgaan door de pax. Dus daar ben ik wel trots op. Kusje, kusje, kusje. Oh, eindelijk. Posterity. Heb je hem? Tom. Ja, maar... Of killing with an unrelenting. Ik heb echt al 3 heritages vandaag gekregen. Zullen we hier bubbeltje neerzetten wel, of Hey, ho. Ark, ark. Ja, ark, maar op het laatste moment... Dan kun je ook op het eind nog switchen. Ja. Ja, dat gaan mensen vergeten, hè. Ark, ark, ark. Nee, we gaan de hele tijd ark, 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 ark. Net zoals in Attack from Mars, de film. Ik ga gewoon eens ark proberen gaan en zien of we het zonder wel kunnen doen. Gewoon curieus. Nu dat we zeker wel. Arcanates? Yeah. No props. Arcanates, Xenophates, Heritage. Oh, en Maarten is dood. Doei. Guardian down. Doei. Ik zie mijn shotty drop. Mod niet meer. Die stond eruit mogelijk ook. Ja, die zat in de artifact natuurlijk. Ja. Dus die... Logisch. Dan zou er wel gewoon een aparte mod voor droppen ergens. Nee, hey, er is toch een normale scavenger mod voor de shotgun? Ik zie hem niet staan. Ik heb hem niet. Beter kijken. Het zou beter zijn voor een shotgun. Ik, misschien heb ik hem gewoon helemaal niet. Dat is wel raar. Hij staat wel. Het is de onderste rij. Links, bijna links onder. Ik heb Arc Grenade Disrupt Combatants Stunning Them Delaying Ability Regeneration. Nee, ik heb hem niet. Nee. Zal ik die doen? Droppen.
Lijkt me wel een goede voor wie nu. Wie doet Divinity of Tractor Beam? WP is Divinity koning. Oké. Okay. Ik doe wel tweede bubbel. Bubble? Doe je Michael Bublé? Ik doe Michael Bublé. Zal ik... ik ga nu Rocket Launcher gaan proberen. Doe het. Welke? Code Duello. Ja, die is sexy. Ik heb er ook één. Ik ga die proberen op... mij, want ik heb niet genoeg ammo, denk ik. Die gasten deden met twee... die lieten gewoon een raid banner staan, hè? Zag je dat in het filmpje? Oh, dus ammo. Ja. Dan raid banner laten staan en dan kunnen ze nog iets ammo gaan opbrengen. Ja. Kan gewoon, maar als ze nu gewoon in het gevecht beginnen, doodgaan, resetten, banner plaatsen, dan kan je het gewoon daarna weer oppakken. Want ik moest weapons switchen, dus... Oké, okay, nou dan doen we dat. Beginnen we, gaan we dood. Heeft iedereen zijn ammo? Nee, nog niet. Ik ben nog bezig. Duurt lang. Dag, Fred. Hou op. Ja, ik ben... ik heb alles. Het is wel waar. Grenade launcher. Ja. Oh, op. Dat was echt lekker. Dat was echt lekker. Ik sta klaar voor. Ik ben nog niet klaar voor, alsjeblieft. Grenade launcher. Zucht. Scavenger. Ik ben heel traag. Ik ben ook een beetje moe, merk ik. Wat schaatsen. Ja, ik pak hem. Hoppakee, ik heb hem. Ja. Okay. Gaan we nu allemaal dood, right? Dus... Ja, nee. Ja, precies. Hoezo moeten we dood? Ja, dan kan je weer een banner plaatsen. Ik ben al dood. Als je die banner niet aantikt, kan je hem tijdens het gevecht aantikken. Oh. Voor extra munitie. Ja, extra munitie en extra super. Kiesbaar. Ja, vooral eind is dat wel handig, extra munitie, ja. Ja, vooral naar het einde denk ik dat dat toch wel een handige is. Ik bedoel, als je dus je damage phase hebt gehaald, dan kan je gewoon gelijk die banner pakken. En dan voor de volgende damage phase, dan heb je ook nog halve ammo voor de laatste. Ja. Teru! Zullen we zien of het werkt, ben benieuwd. Niet aantikken. Oh, twee hebben we er, top. Oké. Okay. Zekerheid. Ja, je weet het maar nooit, hè. Kan je dan de twee banners aan? Nee, je kan er maar eens één taken. Hij registreert een soort van de spot. Ik heb een keer voor de lol geprobeerd met z'n vijf en dat kan ook. Oké, 3, 2, 1. Oh, nu hebben we haast. Deze band, hè. Nou, als het mij uitkomt. Vind ik er maar één. Ik was helemaal opgefokt door jullie. Dat hoort wel vaak. Hé, hey, dat dropt gewoon shotgun ammo. Nou, nah, ik heb helemaal geen mod nodig. Ah, shotgun, dat ben ik vergeten. Oh, wat ben ik, hè? Hey, scan. Operator. Oh, daar. Ah, pak je nou van mijn neus weg. Godverdomme. Zo ben ik. Goed zo, dikken. Hij komt naar spawn toe, zo te zien. Ja. Denk ik ook naar oranje straks. Zit er twee granaten op? Ja. Mijn is dat ook. Hey, gezellig is twee. Open. Ik loop naar de veste WP. Dankjewel. Ik loop naar de veste ook. Open. Ik lig er net voor, de bal ligt er ook voor, niet in. Oeh. Is dat locked out? Ik, scanner. Dankjewel. Oh, mag ik weer nog zo zijn. Infinity. Ah, oh, lekker hoor dit. Zit eraan.
puur damage face. Ja, op zich wel. Ja. Toch zonder ook wel. Die banners zijn weg. Wat? Ja. Op. Wat? Hey, wie... Wat niet de afspraak? Ik is heb binnen 10 minuten bij het leven. Oké, ik heb... oh, hier is wat shotgun ammo. Mijn balletje, mijn balletje. Ik doe helemaal niks met jouw ballen. Je hebt zo met de ballen. Ik ben daar gek. Wie is die activated? Hij is alweer gereset. Top. Ik heb ook ammo for days. For days. Ja, Hé, hey, ga naar ons, mijn maat. Oké, waar moet ik heen lopen zo? Even jullie moet naar rood en even jullie moet naar spawn. Oh, dan ga ik wel naar rood. Ik flikker van de map. Ja, ik flikker van de map. Nee. Oh. Ik ga alsnog op de map. Oh, bal. Ja. Ik ren nog steeds naar rood. Ja, dat is nog wel makkelijk. Ik ren naar de verste van nu rood. Hebben we drie... Bij dat WP dood is, kunnen we toch niet redden. We kunnen niet redden, joh. Nee, wipen. Ja. Wipen. Oké. Okay. Ja, ik heb nog wel een bal van. Die bal stond al op 1 seconde toen ik hem pakte. Ja. We kunnen het nooit redden als er een van ons dood is in die fase. Ik werd geroffelstompt door de baas. Grip het hoor. Jammer, kan gebeuren. Gekke baas. Met dat schootje. Met mijn granaten. Ik heb die klasmod gedaan. Dat mijn arcgranaten 2 keer zoveel damage doen. Waar zit die dan? Op mijn class item. Oh, ik zie hem staan, ja. Arc grenades is dropped components. Op in je artifact. Ja. Dus dat doet bakken met schade. Dat is altijd een goede hoeveelheid. Ja, nee, voor minder doe ik het ook niet, hè. Maar iedereen er klaar voor? Het is in ieder geval begonnen. Ik was het niet. Ik ook niet. Oh, no, Barry. Nee, ik was het niet. Dit keer was ik het. Ja, Barry was gehaast al juist, dus ja, ik dacht ik zal hem helpen. Nou ja, vind ik ook hoor. Ik zat nog in mijn menu. Ach, jij kan dat. Als je maandag overleeft op de PlayStation moet het doen. Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat PlayStation wel echt... makkelijker is? Oh. Nou, ze hebben die een update. Dus alles is nu 4K, 60 frames per seconde. Het ziet er gewoon... En alles is, de menus zijn snel. Alles is stoveel beter. Alles is beter. Maar gaat het dan te snel voor je? Gaat het te snel voor je, is dat het? Nee. Nee, het blijft nog steeds een controller, hè? Ja, dat is... Sniper met control left. 4 ballen. Alle 4 ballen eraf. Alle 4 ballen eraf. Ik loop naar de verste. Dankjewel. Ik loop ook naar de verste aan oranje. Die ik sowieso niet haal. Zijn open. Weer gestorven het net voor. Ik ben niet achter. Oh! Ik ben ook dood. Yo, komen we eraan. We hebben daar een probleem, toch? Het is ook veel te druk hier. Suppressor zit in die machine. Ja, okay. Dat doe ik. Dat heb ik gedaan, want ik was nog uit. Hey, sorry hoor, just saying. Smart dance. Damage fades. Ik
natuurlijk. Lekker hoor. Doet nu zijn rear boosters aan. Zijn rear boosters. Oké. Veer. Hey. Oh. Zal ik de vesten weer nemen? Ik neem de vesten al. Ja. Bal. Hey. Staat het open? Ja, gaan open. Dank je. Weer die echt bij. Je wil iets gedaan hebben om dat te verdienen, hè? Je te verleidelijk gekleed. Nee, ik krijg een exotic helm die ik al op heb. Handel. Oh, doods. Dank je. Oh, mijn Ragnar dood aan. Nog niet dicht. Oh. We staan in de midden. Oh, kak. We staan veel te dichtbij, man. Kom maar. Ja, laat ze praten. Let op je super. Arky, arky, arky. Daar ben ik de enige. Beetje. Oh. Wegvluchten. Is het gelukt? Is het gelukt? Second try. Catalyst Boost Omega. Kijk. Kan ik mijn pijlenboog ertussen doen? Hoe durf ik het aan? Oh, mooi zwaardje. Lekker hoor. Weer zwaardje. Mooi zwaardje, jongens. Ben jij nou nog steeds de enige die die Exotic Rocket Launcher hebt van ons? Nee, Legend heeft hem ook. Barry ook volgens mij. Ja, Barry, Legend en jij, denk ik. De drop rate is wel inderdaad vrij laag. Nou ja, op dit moment doet hij minder schade dan de bedoeling is, dus je mist niks. Oké. Okay. Good to know. Wel, dit ging vlot. Zo. Yup. Hij staat onder mij. Terecht. Ja, het is 44 minuten in totaal. Oh, wow. We moeten maar een potje Crucible doen voor onze clan. Ja, Clan sure. Crucible. Call it. We hoeven niet per se te winnen. Het is dan wel voor... Ah, voor shit zijn geheeld gewoon. Dat is wel grappig. Het is 9:15 op een zaterdag inderdaad. Zijn we goed, joh. Sick. Ja, super goed. Moet ik wel mijn pijl en boog pakken. Ja, is een pijl en boog? Ah ja, voor die Season Pass Weapon.